Goedendag, ik ben Paddy van Leesten. Ik ben lid van A20 en ik ben van huis uit cultuurtechnicus. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Suriname, daarna aan de Universiteit van Leuven in België. Daarna heb ik nog verschillende andere universiteiten bezocht, cursussen gedaan, voordat ik mijn masters haalde. Ik heb gewerkt bij de overheid. Ik heb gewerkt bij de parastatale bedrijven. En nu denk ik dat ik genoeg kennis heb verzameld om assembleelid te zijn. Op nummer 8 kunt u op me stemmen. En de reden is dat ik een Surinamer ben en ik kijk naar mijn land. En ik zie steeds meer achteruit gaan. En ik vraag mezelf af hoe dat mogelijk is. Want we zijn een gezegend land. We hebben zoveel bodemschatten van onze lieve Heer gehad. We hebben steenslag, grind, diamant, aardolie. We hebben goud, 95% tropisch regenwoud. We hebben water, zoet water in enorme hoeveelheden, waar anderen jaloers op zijn. Hoe kan een land met zo'n kleine bevolking, met zoveel schatten, toch arm zijn? Het antwoord zit in het management. Het management van het land. Als je al deze dingen hebt en je bent toch arm, dan is er ergens iets mis in het beheer van deze natuurlijke hulpbronnen en in de manier waarop je het aanwendt om welvaart voor iedereen te brengen. Ik wil vooral me druk maken om de ruimtelijke ordening van Suriname, om de sociale huisvesting, om de infrastructuur, de primaire infrastructuur, dat wil zeggen elektriciteit, gas, water, nutsvoorzieningen. Ik wil graag dat u allemaal deelneemt aan de verkiezingen en dat u gaat voor A20. A20 gaat voor sterk bestuur, dienend leiderschap. A20 gaat voor een technisch kabinet met integere, deskundige mensen. En A20 gaat voor Suriname eerst. Dat wil zeggen, alle andere belangen opzij, de nationale belangen van ons allemaal, als eerst. Alternatief 2020, Wantrafas Day.